Snor Gaming en vandaag spelen we Murder Mystery. En dit is letterlijk de eerste ronde en ik ben de sheriff. Dus ik ga nog niet laten zien dat ik de sheriff ben. Want is zij... Ik dacht dat zij stond. Maar er zijn al wat mensen vermoord. Dus we gaan weer een lekker potje spelen. Ik ga wat coins collecten. En... en dit loopt... Ah, had ik hem geschoten of niet? Ik had hem toch geschoten? Hij was achter me. Oh, hij liep de hele tijd achter me. Ja. Echt. Vieze moordenaar. Oké. Dus ja, ik heb hem niet geschoten. Ik ben niet de beste in schieten. Maar vandaag gaan we... Heb ik een shop? Ah, ik heb maar 13 coins. Maar ik had... Had ik nou vorige keer een... Oh ja, de screen recorder doet het misschien wel. Ik weet het niet zeker. Maar... Ik dacht dat ik vorige keer een nieuw mes had gepakt. Laten we even naar inventory. En dan ja, kijk, Lucky, die is uncommon. We hebben een uncommon, jongens. Lekker! Oké, Inventory. Auw, ik val van dit ding af. Maar de screen recorder doet het weer. Yes! Allemaal een duimpje omhoog. Duimpie! En we gaan gewoon... wat deed ik daar? Oké, we gaan gewoon weer lekker wat potjes doen. Ik ben echt blij dat de screen recorder het weer doet. En dat we uber... Oké, wat... dat was even raar. Maar laat het in de reactie achter. Moet ik Bit nemen? Deze HL2? Of deze Colt? Dus ja, het klinkt een beetje raar. Stel je voor... In het echt zit je in het leger. Pak je Colt geweer en schiet wat ijs... Sneeuwballen dinges. Oké, okay, dus hier hebben we Noob. Ten eerste, het is een guest. Ten tweede... Oké, okay, hij heeft een legergun. Vergeef me. Vergeef je me? Oh, wacht. Ik dacht dat hij een gewoon mes had. Maar oké, okay, het is geen Noob. Het is een bro. Dit is geen guest. Nou, ik ga alle guests... Ga ik even zeggen waarom ze Noob zijn. En is dit... Nee, dat is geen guest. Dat is ook geen guest. Nou, waarom... Oké, okay, je bent Noob omdat je... Omdat je een pixel knife hebt terwijl je geen Minecraft speelt. Ja, wie zijn er nog meer noob? Niemand, want... Oh, hey, mevrouw, ga weg. Zo stond op mijn hoofd. Hey, jij bent niet noob, jij bent een regenboog. Waarom kreeg ik willekeurig uit het niets echt... Points award. You achieved 10 points. Oh ja, ja, oh nee, ja, hij is niet een noob. Oké, okay, ik ga straks even zeggen wie noob zijn. En als we murderer wordt het de insane ronde. Echt, dat zal zo insane zijn, hè? Dan zal toch... Oh, wow, mooie legendary mes, jongen. dus... als ik moordenaar word, dan ben ik gewoon... Ik join, ik word sheriff... Dan join ik nog een potje en dan word ik murderer. Maar dat is gelukkig niet zo, want dat is goed voor mijn energie. Dan kan ik die even besparen, anders zou ik echt losgaan. Want het is 5% kans, dat zie je niet nu. Maar, oh, iemand heeft deze ruit ingeslagen. Hij kreeg geen promotie, hij werd ontslagen of zoiets. Oh, daar is de moordenaar. En toen heeft hij de ruit doorgeslagen. Dan dacht ze van, weet je wat... I'm done. En dan sloeg hij eruit in. Of zoiets. Oké. Okay. Oh, daar is een muntje. Ik heb de murderer, dat is geen woord. Murderer of moordenaar. Ik ga voor moordenaar. En ik weet wie hem is. Dus ik ga... Is dat hem? Ik ben vergeten wie hem is nu al. Wees alsjeblieft niet de moordenaar. Hij is de moordenaar niet. Dankjewel. Ik weet niet waarom ik dat zeg. Kan ik ook beter dankjewel tegen mij zeggen? Dat is de... Daar is wel een moordenaar wel. Dat is de moordenaar. Ik ga me hier verstoppen. Ik ben gewoon... Oh, hij is de sheriff. Hij is de sheriff. Goed zo. Wordt vermoord of zo. Ik ben een betere sheriff. Hij is het. Hij is goed geschoten, man. Hij heeft de skills. Ik ben level 29. Ik wil graag level 30 worden vandaag. Maar deze video wordt niet heel lang. Ik ga proberen 30 seconden, wou ik zeggen. Maar ook niet 30 minuten. Ongeveer, ja, 10 minuten, 7 minuten. Ik probeer zo
een rond getal. Nou, rond getal. Mooi een paar rondes af te maken. En niet dat ik midden in een ronde nee zeg. Like en abonneer. Tot de volgende keer. Doei. Oh, het is 1-1-1. Oh, House 2 heeft gewonnen. Ik kan net zo goed. Oh nee, wij hadden nog kunnen winnen. Dat meisje ging er net op staan. Maar nee. Dat House heeft gewonnen. Want ik moest zo nodig bij House gaan staan. Omdat ik mijn hoop heb verzakt. Oké. Gaan we kijken wat we worden. Wat heb ik vandaag met Sheriff? Ik heb echt een uncommon knife gepakt. En dan word ik 2 keer Sheriff. Ik bedoel, hoe dan? Oké, nee. Ik zit hier echt in een doolhof. Wat zijn dit? Zijn dat van die... Jullie weten wel van die muren waar ik kroketten uit kan halen? Daar lijken ze op. Is daar... Er staat er nog steeds. Is zij het? Ik wil eerst zien of zij echt een mes heeft. Want als ik innocent schiet, dan word ik de moordenaar. Word ik de moordenaar? Dat zou leuk zijn. Dan zou ik echt innocent gaan schieten. Maar, waar zijn ze? Oké. Daar ergens is de moordenaar. Dat weet ik. Maar ik kan niet weg. Oké, ik ga mijn gun trekken. En ik ga het gewoon... Hij is het. Is hij het? Ik drukte per ongeluk. Maar ik denk niet dat hij het is. Sorry jongen, voor de overlast. Oh nee, hij kan het wel zijn. Oké. Mornar, kom maar naar binnen. Laat jezelf maar zien. Ik ben de sheriff en ik ben niet bang. En is hij de Mornar nou? Ik zag het niet zo goed. Alles is hier sneaky. Ik ben bang. Nee, ik ben niet bang. Ik ga even in first person. Hey, ik wil erdoor. Je kan er niet eens door. Er ligt een lichaam hier zo in de weg. Oh, ik ben er weer. Oké, ik ben de sheriff. En ik heb onzichtbare handen. Of ik heb geen handen. Eén van die twee. Het voelt echt... Is hij de moordenaar? Nee, is hij de moordenaar? Nee, hij is dood. Hij is de... Nou, ik werd van achteren gepakt. Ja hoor, iedereen volgde me. En toen... Pam. Ja hoor. Oh, is de ronde nu al voorbij? Oh nee. Oké, ik ga even... iedereen's messen bekijken, want ik ken niet alle messen uit mijn hoofd. What the heck zijn dat voor messen? Oh, ik dacht dat deze twee messen waren, maar hij heeft zo'n steensoortachtig mes. En ik zie zijn gun niet zo goed. Dit is een gun met een speciaal handzwart. Mooi t-shirt. Dat is Scizor met Kyogre in 1. Hoe krijgen mensen zulke t-shirts? Ik bedoel, hij is... Ik denk dat hij Robux... Nou, ik moet dat shirt kopen. Nee, ik moet dat shirt krijgen. Dat is gratis volgens mij. Want hij heeft niet echt dingen die geld kosten. Ik zou ook gewoon zoals hem uit kunnen zien. Maar ja, weet je. Ik doe die dingen niet. Ik vind mijn skin zo leuk. En ik heb... ook al ziet het er niet prachtig uit. Maar ja, weet je wat. En ik twijfel of ik mijn helm af zal doen of niet. Dan heb ik blauw haar. Ik heb nu ook blauw haar. Oh, Mailbase. Jongen, als ik nu nog een keer sheriff word, hè. Ik sfeer jou. Ik ga iedereen neerknallen. Oké. Daar gaan we. Moordenaar zou ook wel leuk zijn. Maar dit wordt het laatste potje, jongens. En dan zeg ik doei tegen jullie. Oké. Potje. Oké, ik ga gelijk proberen naar buiten te gaan. Ik 10% kans om de moordenaar te zijn. Oké, daar staat iemand verdacht. Oké, ik ga hier even staan. Het is net zoals Five Nights at Freddy's. Als er iemand komt, ga ik de deur in zijn gezicht ploppen. Ik kan hier de deur dicht doen. Oh, munt. Een muntje is belangrijker dan je leven. Maar ik heb een lucky knife die uncommon is. Waarom is die, als hij lucky is, zou die toch zeldzaam moeten zijn? Maar dit is zo handig. Ja, hij heeft hem gedrukt. Wat een noob. Ah, ik werd bijna gecrushed. Laat maar. Ik werd bijna verpletterd voor degene die niet opletten bij Engels.
Maar ik ga even de kontjes pakken. Ja, nee. Ja! Auw! Hij heeft me geduwd en nu ben ik aan het huilen. Oké, ik wil mijn muntjes. Oké, wacht eens even. Oh, Zylak, chair, don't sit. Weet je wat? Ik ga gewoon niet luisteren. Ik mag geen moordenaar zijn. Dus ik ga. Even kijken. Ik ga een muntje pakken. Oké, hier ga ik nog een muntje pakken. Oké. wat de heck. Oké, ik ga even wachten. En dan ga ik lopen. Oh, dit is. Oh, nee. Hij gaat mijn muntje stelen. Oh, nee. Ja. Huh? Hij is ineens verdwenen. Oké, ik ga. Ik ga nog 2 coins collecten en dan ga ik de moordenaar gewoon opzoeken. Want hij doet echt niks. Ik zie nog ook geen dode. Nou ja, je kan niet echt dode lichamen. Ja! Je kan niet echt dode lichamen noemen, want ze bewegen de hele tijd. Maar ja, ik ben vermoord. Dus ja, ik denk dat dat er dan het einde van de video was. En het einde van mijn leven in Roblox. Maar ja, geef deze video een like als je meer Murder Mystery wilt. En natuurlijk komt er ook weer prik bij ons online. En ja, like en abonneer. Want bij die 100 abonnees gaan we onze haar roze verven. Dus ja, doei!